Dit is Samira. Ze vindt het belangrijk dat je respect hebt voor elkaars levensovertuiging. Waarden, dat is iets wat je op zich wenselijk zou vinden zoals het zou zijn. Hè? Dus. Waarden zijn dingen die je belangrijk vindt in je leven en normen zijn de regels die daarvan afgeleid zijn. Ik denk dat we ons allemaal gewoon moeten accepteren. We zijn wie we zijn en de een is wat anders dan de ander. En je moet daar respect van hebben. En je moet elkaar niet in het vaarwater zitten. Je moet je gezonde verstand gebruiken. Ik vind het belangrijk dat ik als leraar mijn vak moet kunnen geven. Dus dat ik vooral daarmee bezig moet zijn. En daarnaast moet ik leerlingen begeleiden die problemen hebben met mijn vak. Respect voor elkaar vind ik een belangrijke waarde. Nou, en daarvoor heb je een aantal normen, hè, regeltjes, waar je aan moet houden. Sommige zijn heel vanzelfsprekend. Thijs vindt het belangrijk dat iedereen zijn eigen stijl mag hebben. Kijk, er is nou een discussie over het woord gebruik u in de les. Hè? De leerlingen moeten de leraar u noemen. Ik vind dat niet zo'n heel belangrijk punt. En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat je leert hier op school. Dus kennis opdoet op school. Je gooit geen baksteen door een ruit. Je gaat niet midden in de aula een sigaret staan roken. En als ze mij tutoyeren, dan is het vaak een leerling die mij goed kent. Dus dat vind ik niet zo'n probleem. Ik vind het wel belangrijk dat er een soort afstand tussen een leerling en een leraar is. Dat leraren dus wel het laatste woord moeten hebben, absoluut. Met mobieltjes zijn de regels soms wat onduidelijker, maar een aantal regels zijn heel vanzelfsprekend, helemaal niet zo ingewikkeld. En als je je gezonde verstand gebruikt, hebben we helemaal niet zoveel afspraken nodig. Dat vind ik wel heel belangrijk. Het woord van de leraar is waar, altijd. Jamie's waarde is om later veel geld te verdienen. Ja, wat ach. Ja, ach, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En voorzitter, ja. Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nee, doet u eens normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd. Dan, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man.